Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Polybridge 2 aflevering. Vandaag gaan we verder aan Gleamtown, oftewel de tweede bonuswereld van de game. En ik heb geen idee wat ons te wachten staat. Nou, de eerste wel, maar dat ik gezien aan het einde van de vorige aflevering. Laat hem spelen. B2-1, hang on. Oké. Okay. Oh ja. Oh god. Wat de F. Oké, okay, dit wordt nogal wat lastig. We gaan een weg plaatsen tussen deze joints. Oh, dit wordt echt. Dit is echt een onmogelijke brug, joh. God, ik zit even een shape te ontwerpen die misschien wel gaat werken. Laten we dit proberen. Ik heb echt geen idee of dit gaat werken. Oh, dat gaat hij nooit halen, gek. Oké, okay, ik ga hem al zelf iets tweaken. De shape. Oké, okay, of dit hem wordt, geen idee. Dan heb ik echt heel weinig staal. Dus laten we dat maar echt gebruiken als support. Zo. En zo. De rest wordt hout. Yay. Nou ja, ook mussels natuurlijk. Die zijn we niet vergeten, of course. Ik heb ook echt geen idee qua... Gaat deze brug echt werken of gaat deze brug niet werken? Want dit is niet zomaar een normaal brugje. Oh, ik ga echt... Ik heb echt geen idee hoe dichtbij dit gaat zijn. Het is ook echt trouwens een vervelend stukje brug. Hoe wil ik dit ooit optakelen, joh? Ik kan deze weghalen. Dit gaan we optakelen. Oh. Dit gaan we optakelen. 2-2-2, ja. En dan wil ik eigenlijk een overarch creëren met echt het budget wat ik nog heb trouwens. Moment of truth. Dit gaat echt niet werken. Oh god. Het zakt meteen in, gek. Oké. Okay. touw in het midden. Oh, dit is echt erg. Oh, wacht even. Oh, wait a second. Wait. De boot is A. Dus eerst komt de boot. En... What the fuck? Dat maakt het ineens heel anders. Oh my god. Ja, ik heb mijn neus dicht. What the fuck? What the actual fuck? Blijf dat staan... Oh, wacht. Kijk, dat kan ik misschien laten blijven staan. Door wat ik hier aan het bouwen ben. Hè? Ik zit echt na te denken van hoe... Hoe wil ik dit ooit gaan doen? Het is toch wel het eerste moeilijke level hoor, moet ik toegeven. Oké, okay, dit is echt... Het blijft niet eens staan. Wat? Ik... Hè? Ik heb echt geen flauw idee. De enige static joint is dat. Ik ga echt een gallery opzoeken. Oké, okay, even solutions voor hang on. Excuse me, what the f... Hoe houdt u die in... Oh, damn. Doen we die handel. Dat blijft niet echt lekker zitten. Hoe hadden ze dan blijven zitten dan? Ja! Oh! Oh! Oké! Nu moet ik ze zien te connecten aan elkaar. Kijk wat als jij korter gaat.
Ja. Oh. Nee. Big. Oké, waar zit de stress? Dat is ook belangrijk. Oh, ja, dat dacht ik al. Jij moet dan korter. Stop. Echt, hou op. Vind ik niet leuk. Kap! Ja, oké. Langer. Oh. Kom op. Ja! Over budget, ja, fuck it. Come on, come on. Ja, 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 nee, ja, 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 ja. Oh, de jackpot! Helemaal vergeten. Nice. Oké. Fuck you, maat. Fuck, fuck, fuck. Oké, we gaan dit even kutten. Hé, wacht, dan kunnen we hier in ieder geval een extra staaltje toevoegen, toch? Ja, en misschien hier ook wel. Nee, dus haal die weg. Ah, waarom breek je af? Huh? Oh. Kan het touw nooit? Ah, nee, 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 nee. Stop. Stop. Ik vind het niet meer leuk. Oké. Ah, what the f... Moet ik al die dingen weer opnieuw doen? Ja! Oké. Ja, 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 ja! Oh my god, wat was dit? Koulo! Kuite! Ah, even een sneak peek voor het volgende level. Die kan ik alleen nu niet doen. Maar natuurlijk in de aflevering is hij er gewoon wel. Seesaw B2. Wat is dit? Wat? Ik dacht dat deze wereld wat meer te doen was vergeleken met Steam Town, maar dit is gewoon letterlijk Steam Town 2.0. Ah! Nou, ik ben weer terug, dus ik ga verder met level 2. Seesaw. We already saw this level. Haha, oké. Dus we hebben hier auto A, die moet naar het midden. Auto E, komt ook van het midden. Auto E moet van boven naar onder en auto C van onder naar boven. En we hebben maar 40k. We hebben een middle point hier en geen land braces en heel veel joints en... Oké, we hebben ook maar 8 roads. Dat is ook heel veel. Oké, laten we dat even kijken hoe ver dit komt. Exact 8. Holy fuck, dat is lastig. Nou ja, ik kan natuurlijk ook zeggen dat ik een letterlijke seesaw van maak. Nou ja, wacht. Laten we even een leuke... Strusma zeggen. Praten is af en toe heel lastig. Dat heb je misschien wel gehoord. Naar YouTuber zijn en praten is nog wel een lastig... What the fuck? Oké, maar ik hou het natuurlijk vast met nu eigenlijk 2 hydraulics. Althans, dat lijkt mij handig. Dus als ik dat punt pak en dit punt pak. En dat dan andere kabels zijn. Dus dat hij dan andere gaat duwen en andere gaat trekken. Dus dit gaat trekken. Dus dan blijft hij als het goed is in het middelpunt hangen als ik hier kabel hang. Kijk, dat is ook best wel stable, gelukkig. Dit moet te doen zijn. Ik zag hem gisteren, dat was voor mij het laatste punt wat ik het gezien had. Kijk, dat werkt nu niet. Dus we hebben ook hydraulic controle. Dus dit komt... Oh, dat kan ik alleen dan. Oké, wacht. Split joint. Split joint. Natuurlijk nu eerst auto C. Dus dan moet dit gaan duwen. Dus dan moet die aan. En kan ik zeggen dat die gaat trekken. Maar dat werkt denk ik niet. Dus dat we dit... Oh, wacht. Wat nou als ik dan de helft-helft doe? Want dan kunnen we zeggen dat er dat één trekt. En de andere duwt. En dat is dan... Ja, wacht. Dat is slim. Oké. Dus. Deze gaat duwen. Deze trekt en dan gaat deze ook duwen. Maar nu gaan we eens kijken. Eerst gaan dus die split joints inderdaad uit. En daarna gaan we bij auto C. Even kijken, dan moet hij dus duwen. Dus dan gaat die inderdaad. Die niet. En moet die trekken en dan gaat die niet duwen. En dan andersom
Gaan ze eigenlijk allemaal wel, want die moet dan uit en die moet dan aan. Oké, gaat dat werken? Ik heb geen idee. Dat was nog eens een leuk testmoment. Nou, let's do this. Kijken of het werkt. 200% als het gaat wat tyfus langzaam. Oké, even kijken. Ja. Nou. Oké. Ik hoef het al niet te herhalen. Oké, dat was best wel goed al. Dus laten we zeggen dat we 35 moeten trekken en duwen bij alles. Kijk, daar gaat hij. En, oh wacht, dit zijn split joints. Dat moet natuurlijk wel split joints zijn. Oké, nu werkt hij. Oké, daar gaat dus auto A. En dan komt auto C. Tenminste, eerst checkpoint. Oh! Hold the phone! Waarom rijdt hij nog? What the fuck? Oké, dat had ik echt niet verwacht. Hoe gaan we dit zorgen dat het niet zo zweeft? Dan schommelt hij denk ik minder. Want dan is hij ook onderstabiel. Kijk! Dan kan misschien het kabel zelfs weg. Het kabel? De kabel? Ja, Nederlands. Oké. Even kijken. Die is geconnect. Alleen dus die moet nog iets minder duwen. Ik zou zeggen, ik zou gokken 30, 29. Oké, ja. En... Oeh, net meer. Oké, dan had ik hem net op 30 moeten zetten. Ja, oké. Here he goes, to the other side. Let's go track and duw. Ja, kijk. Is de stress erg omdat die machine ergens niet goed... Dat lijkt me niet. En dan... Oh, wat smooth. Alleen net niet. Oké, die moet dus minder duwen. Inderdaad, ik denk dus alweer op 20. 30, sorry. En wat was de stress heel erg? De stress was op één punt, toen hij connecte, bij het laatste stukje, heel erg. Misschien dat hij hier te veel nog moest trekken? Ja. Maar dat heeft geen nut. Dat maakt niet uit. Wauw, oké. Dit vind ik een nice level. Het is me laat nog beter gelukt dan verwacht. Nadat ik het gewoon het probleem heel even bekeek. Oh, dit vind ik nice. Oké, op naar het volgende level. Stunt doubles, B2-3. Wat hebben we hier? Auto A moet zijn checkpoint halen daar. Maar auto A2 daar. Dus die gaat dus sneller, dus dan heeft hij een grotere aanloop nodig. En wauw, oké. Laten we dan de weg maar even maken. 40k. Zou moeten werken dan, als we gewoon simpel gezegd wat verstevigen. Laten we dan nog even een joint via daar doen, dat hij dan ook nog connect wordt via de muur. Oké, dat is al iets beter. En... Wel, ja. Korter. Veel korter. Stress mag even uit, dat boeit toch niet. Kijk, die haalt hem, alleen... Auto A1 niet. Oeh, dat is echt lastiger. Wat? Doe dit gewoon van hout, dit dat wel kan. Ja. Het kon. Laten we nu even een weg creëren. Oh, moeten we met springs werken? Kijk, het is niet erg, maar het is echt al de zoveelste keer. Oké, de kwestie nu... De kwestie. Is het überhaupt wel nodig? Ik denk het wel, hè? Net, denk ik. Nee, het was niet nodig. Oh my god, what the fuck? Oké. Waar komt auto A2 dan terecht? Want hij haalt hem wel, toch? Oh ja, nee. De brug zakt af. Zakt in. Maak wel even een mooie land brace, again. Waarom breek jij nou weer af, jij vies vuil stuk stront dat je bent? Oké, we hebben genoeg budget. Het wordt gewoon een staalachtige brug. Het is niet een brug. Het is geen brug. Het is een jump. Een ramp. Kijk, dat was al iets beter. Nou, dan moeten we er even een force rood van maken. Kom op. Bijna. Oké, het kan tegen de rand aan dan trouwens. Ja, oké. Dan moeten we hem dus nu via daar opvangen. Het is even over budget. Maar we moeten even kijken of het werkt. Nee. Oké, ik heb nu dit. Die ook eventjes zo.
Kijk of het werkt. De stress is erg. Waar is de stress erg? Waarschijnlijk op dat stuk hier, hè? Oh, wacht. Dat kunnen we wel denk ik oplossen. Dat moet wel werken, denk ik. Dat is iets beter. Oh, wajo! Dat werkte bijna. Sorry trouwens voor jullie oren te laten beschadigen, want volgens mij deed ik dat echt super hard schreeuwen. Ah! Wow. Ja? Oh! Kom op. Yo! Oké, okay, het heeft meer. Het heeft meer springs nodig. Meer flexibiliteit. Flexibiliteit. Zo, woorden. Woorden komen vandaag uit mijn mond, jongen. Oh, huh? 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 Wat? Huh? Wat? Huh? Huh? Hè? Huh? 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 Wat? Ah, shit. Ja, nee. Ja, het enige om dat op te lossen is gewoon dit te doen. Lijkt dat is niet zo moeilijk. Laten we kijken of het dat dan haalt. We zitten net onder budget, zie ik. Kijk, dat haalt hij. Wat als we dit even... Nee, niet stretchen. Jawel, trouwens. Nee, dat is juist minder goed, toch? Ja. Compress dan. Dan houdt hij meer tegen, toch? Meer druk. Ja, ja, nee! Jammer. Oké, okay, gewoon meer springs en gewoon minder... Oeh, dat is heel wiggly wiggly. Heel wobbly wobbly. Oh, dat hielp bijna. Dat hielp bijna. Nee, het breekt hier heel de tijd af. Why? Oké. Okay. Kom op. Jullie kunnen het. Yo! Bijna. Wacht even. Daar komt de druk dus op. Wat nou als dat dan geen spring wordt? Want dan kan de druk zich inspringen. Haha, in de spring. Ja, precies. Let's do this. We got him. Wauw. Oké, okay. Dit zijn leuke levels. Het zijn in ieder geval die leuke puzzeltjes. En niet heel veel mensen hebben die gehaald. Ja, en dan gaan ze echt niet goedkoper maken. What the fuck, maat. Vol level. Stuck in the middle. What the actual fuck? Spring cannon. Cannon. Spring cannon. Praten. We moeten een spring cannon maken. Wow. Dat is gaaf. Again, trouwens. Dat hebben we eerder al ook moeten doen. Wanneer was dat? Ergens. Nou, laten we dat maar als eerst proberen. Dus dat vind ik wel geinig. Oei, dat is niet zo goed. Ja, nee, dat werkt niet. Ja, kijk, dat deed al iets meer. Kijk, 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 kijk. Oké, okay, compress gewoon echt heel 100%. Oh, dan doet hij weer kut. Omdat dat ding zelf zo zwaar is. Dit is pas fat shaming. Ja! Ja, maar dat gaat niet goed komen. Nou ja, trouwens, we kunnen het proberen. Het wordt gewoon een mooie rollercoaster. Dat is gewoon gezellig. Zie je, hij houdt hem wel. En niet... Niet hoe ik had gehoopt. Oh, 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 ja, 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 da, 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 Scooby dooby doo. Oké, allemaal springs. Het gaat niet werken. Gegarandeerd. Oh my god, what the fuck? Ja, dan gaat de verplaatsen kan je maar een probleem. Dat is ook dat hij landt. Ja, nee, nee. Wat een verschrikkelijk ding is dit, zeg. Ho! Holy fuck, dat had ik niet verwacht. Het is ook zoveel dat we die checkpoint moeten pakken. Wat is dit ding ook gewoon compressed? Ho, wajo, dat is gaaf. Wat? Oh, dat is wel jammer. Wow! Hoei! Wat mooi! Oh, die is smooth. Die gaan we gebruiken. Wow! Oké. Okay. Come on!
Ja! Wow, dat werkt! Holy damn, ik denk ik maak gewoon een gekke brace daaronder. En het werkt, jongens. Wat de heck. Oké, meer hout daar, alsjeblieft. Wow, oké, meer bracen, meer bracen, meer bracen. Kom op, kom op. Ja, oké, alleen nog maar spring. Om het te absorberen, de kracht. Ja, wow, nee, oh. Ja, come on, ja, ja. De klap, de welbekende klap, de Co-Games klap. Oh, yes. Dit is echt nice. Oh my god. Oké, nog één leveltje voor vandaag. Let's go. B2. 5. Well timed. We hebben een monster truck en een truck en een checkpoint en hydraulic faces. What the fuck? Wat? Aan dit zie ik letterlijk niks. Oké, wat is de bedoeling? Ze rijden allebei. En... Dan moet een hydraulic omhoog en daarna weer omlaag. Oh nee. Oh nee. Wat leuk. Oké, ik heb even de brug gebouwd. We gaan gewoon kijken of het werkt. Wie weet. Heb ik hem in één keer. Haha, dat denk je. Oké. Ik ga dit proberen. Het wordt gewoon een kwestie van kijken of dit plan werkt. Aha, ja, dat werkt wel. Alleen natuurlijk werkt het andere dan niet. Ja, ik denk zo. Oh nee, wacht. Hij doet het niet. Top, let's go. Oei. Oei. Oei, zei de man. Oké, we gaan jou tegenhouden. I don't know of dat werkt. Oh nee, natuurlijk werkt het allemaal niet. Dit is apart. Oké, we pakken hier even wat staal. Want dan kan dit misschien even beter werken. Kijk. Oh, iets korter dan. Anders maak ik er zo meteen wel kabel van. Dat is misschien beter. Oeh, wacht even. Oké, even wat meer staal. Misschien werkt dat wel. We hebben nog wel genoeg budget. Dus het zou... Ja, het zou moeten werken, zei hij. Weg met dit. Oké, we moeten dus beter timen, maar... Maar hoe dan? Kijk, dus er komt hier een staal tussen. Met een kabel. En hoe je dichter je bij de rand duwt eigenlijk... Hoe beter. Dit gaat die stress niet houden. Ha, dat dacht jij. Ja, ik dacht dat hij zou werken, maar... Helaas. Oké, misschien werkt dit wel. Gewoon iets verplaatsen. Nou, het werkte bijna, moet ik zeggen. We maken hier wel staal van. Kom maar bij Remco, staaltje. Oké, wat sneller. En... Woe! Bijna. Dan maken we dat iets hoger zo in het midden. Een soort van arch. Kijk, daar werkt dan nog beter natuurlijk. Dat is natuurlijk mijn gok. Oeh, nice. Een road. En een staal. En een slok. Lok, een lok. Fuck. Kijk, het ding is dat hij dus... Oh. Oh, dat was... Wat was... Oh. Dit werkt goed. Oh my god, wat brak er af? Jij? Van alles brak jij af? Nou ja. Dan maar een mazzel. Oké. Hopelijk werkt dat. Oké, waar zit de stress hier dan? Kijk, hij pakt hem op. En je moeder. Ja! Let's go! Dit is echt nice. Oké, jongens. Nog eentje dan. B2. Out of gas. Oké. Wat is hier? Auto A1. Is
Wat? Speed 0,0? Oftewel dan... Oh. 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 Oké. Okay. Leuk. Nee. Oké. Okay. Moeten we dus... Oh god, wat de heck. Oké, auto A1 moet dus van de ravijn hier afspringen. Hier worden tegengehouden, worden gevangen. Rijdt hij door, maakt hij een jump zo. En dan gaat hij zo. En dan maakt hij een jump hier nog naartoe naar de vlag. Wel, dat is lastig. Dit is een mooie onderkin van het eiland. Even kijken. Oh, wauw, dat was trouwens hem al bijna. Even kijken. Daar komt hij. En... Oeh, hoger. Oh, ik denk al, waar blijft hij? Maar ik heb hem nog op 100 of op 20% staan. Oh! Wow, zag je dat? Oké, dat werkt. Nou, wat nou als we deze jump letterlijk gewoon kopiëren? Oké, dit zou niet zo moeilijk level moeten zijn. Ik heb één schans al, die werkt. Dan kunnen we die gewoon constant herhalen. Laat maar. Ja, kijk, dat is hem. Kopiëren we de jump weer. En dan zou hij dat theoretisch moeten halen als we hem ietsjes hoger knallen. Dan hebben we gewoon één schans gebouwd. En hebben die elke keer getweakt en getweakt en gekopieerd. En als dat werkt, dan... Ja, met een nadruk op als. Het ding is, hij is inderdaad bijna out of gas. Dus dan moeten we echt opletten. En dan komt hij. En dan gaat hij. En dan gaat hij. En dan gaat hij. En dan gaat hij. Dood. Dat is wat hij gaat. Oh, wacht. Ik wist niet dat we daar een kabelding hadden. Ja, niet over nagedacht. Ja, 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 ja. Even opnieuw. Dat zagen we niet heel nice. Opnieuw. En waar... Zo, struggles. Ja. Hier gaat hij dan. Voorbij die. Net onder de vliegtuig door. En easy peasy lemon squeezy. We hebben hem gehaald. Dit was geweldig. Sneak peek voor de volgende aflevering. Wat krijgen we dan? Crossroads. Wat is dit in godsnaam? Nou, dat doen we de volgende keer wel. Dat was hem, jongens. Later en joe. Doei, joe, joe. Wat? Ja, 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 nee, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ah, haal de phone. Oh, boy, yo. Dat... Ja, ja, nee. Yo. Ja. Oh, 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 ja, 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 dabba, 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 doo, scooby dooby doo. Ho, boy, yo, dat is gaaf. Wow. Oh, 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 oh. Oh, no.